Oh, het is echt goud. Kijk, dit ziet er gewoon letterlijk uit als kwark. Ik ga mijn vrouw nog niks aan de handen doen. Dit is zo grappig. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze video van Action. Ik ben Larissa en misschien ken je mij wel van mijn eigen kanaal Larissa Bruin. Of van mijn Instagram, @LarissaBruin. En je kijkt vandaag naar de allereerste aflevering van Action First Impressions. Eigenlijk zegt de naam het al een beetje. Hierin gaan we gewoon allerlei dingetjes uitproberen en testen. Kijken wat de eerste indruk is. En vandaag ga ik met jullie allerlei maskertjes testen. Ik heb echt een volle tas vol met maskertjes. Oké, we gaan lekker smooth en makkelijk beginnen met de handscrub en mask. Want die bestaat maar uit twee stappen. Allereerst scrubben en ten tweede het masker. Maskertje. Ik denk dat dit echt heel chill gaat zijn. Als het goed is, er dus aan de ene kant de scrub. En die bestaat uit walnoot, chia butter en vitamine E. Oké, dit ziet er heel spannend uit. Wacht, misschien is het het beste dat ik dit gewoon op één hand doe. Dan kunnen we namelijk zien wat er met de andere hand gebeurt. Het ruikt in ieder geval echt super lekker. Het ziet er eigenlijk heel duur uit, maar volgens mij was het letterlijk 99 cent. 69 cent, oh my god. Oké, ik weet niet hoe lang ik hiermee door moet gaan, dus ik ga gewoon maar door. Oké, hoe krijgen we dit eraf? Ik heb dit ook nog nooit eerder gedaan, om heel eerlijk te zijn. Je hebt ook van die handschoenen volgens mij, die kan je er gewoon omdoen en dan ben je in één keer klaar. Dit is hard werken. Oh, spoel af. We gaan hem eraf spoelen. Het voelt eigenlijk echt nu al super zacht aan. Ik heb het idee alsof ik bij een of ander wellness resort ben. Puur met mijn hand hoor, alleen met mijn hand. Maar het voelt echt lekker zacht. Even voelen hoe mijn andere hand dan is. Ja, het is wel echt veel zachter dan de hand die we niet gedaan hebben. Dus dat is een goed teken. Dat ziet er niet meer uit, maar mijn hand wel. En mijn hand voelt echt super lekker aan nu. Maar we zijn nog niet klaar, want ik moet natuurlijk het maskertje er nog op doen. Dit is gewoon echt een hele andere substantie. Kijk, dit ziet er gewoon letterlijk uit als kwark. Die mag je er dus ook gewoon in laten trekken, heb ik begrepen. Nu heb ik dus echt veel te veel gedaan. Als het goed is, kun je dit dus gewoon lekker laten zitten. Dus voor de rest van de video heb ik één witte hand. Nou, top! Ja, het staat er letterlijk. Breng aan op droge, schone handen en laat intrekken. Spoel niet af. Dus ik denk dat we zo klaar zijn. Oké, next! Dan gaan we naar de Hydrogel Lip Masker. Zorgt voor gehydrateerde, zachte en vollere lippen. Ik heb deze dus al eens eerder geprobeerd. Ik weet nu niet meer zo goed wat het nou met me deed. Ik ga het gewoon opnieuw proberen. Dan moet ik even goed kijken welke kant. Want je hebt dus hier twee kanten. Ik denk dat dit de plakrand is. Oh, ik heb nu echt zo'n glibberhandje. Even voelen of dat de juiste kant is. Oh my god. Ik ga mijn vrouw nog niks aan de handen doen. Tof heel. Kijk ik al op de Kardashians. Ik denk dat ik dit een keer thuis moet gaan proberen. Want jullie nog 15 à 20 minuten laten wachten, dat gaat toch wel heel erg ver. Met deze hand kan ik wel gewoon zo verder. Dus we gaan naar de volgende. Dan heb ik hier het gouden peel-off mask. En daar zitten er 5 van in. Oh, dat vind ik wel echt top. Ik dacht dat je gewoon één pakket... Nee, het zijn er gewoon echt 5. Wauw. Oké, dus we kunnen er nog 5 keer goed van genieten. Of niet natuurlijk, want we gaan nu zien of het wel of niet een beetje werkt. Please note, this mask may also remove facial hair. Met andere woorden, gezichtsbeharing kan het verwijderen. Heb ik gezichtsbeharing? Ik vind dit echt heel spannend. Als ik hem überhaupt ook krijg. Ondertussen ga ik toch even die hand eraf halen, want anders dan blijf ik overal aan plakken. Wel echt heel erg zacht. Als ik de rest van de video mijn hand aan het aaien ben, dan weet je waarom. Gaan we verder. Oh, het is echt goud. Het glimt ook echt. Oh, dit vind ik leuk. Dit doet me denken aan mijn kerstversiering. Wow, oké, dit past voor mij. Dit vind ik leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Maar wacht, ik heb mijn gezicht nog helemaal niet schoongemaakt. Wacht. Oké, ik denk dat het zo al een stuk beter is. Mijn gezicht is een stuk schoner. Inmiddels zit de handmasker in mijn haar, maar dat doet er even niet toe. Oh, dit ziet er toch echt hilarisch uit. Het is natuurlijk ook echt heel erg leuk om tijdens een meidenavondje te proberen of zo. Zouden jullie dit ook proberen tijdens een meidenavondje? Of doe je dit achter gesloten deuren? Het zit er echt dik op ook. Is er nog wel genoeg of is mijn hoofd te groot? Ik maak er echt een klierboel van. Ik had echt mijn haar naar achter moeten doen. Oh. Ik denk dat hij er goed op zit, maar wat gaat hij voor mij doen? Daar ben ik over. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar goed, diepe voeding en het werkt tegen veroudering.
ik loop hier straks weg alsof ik 15 ben. Hoop ik. Min of meer. Ik vind het wel echt heel grappig eruit zien. Dus alleen al daarvoor is het wel het proberen waar. Nou, ik kan nog niet zo heel goed voelen wat het nou precies voor mijn huid heeft gedaan. Dus laat me vooral weten als je dit hebt geprobeerd wat het voor jou heeft gedaan. Maar het is natuurlijk wel heel Instagrammable, zo'n golden look. Oké, dan de bubbly mask. Om heel eerlijk te zijn vind ik dit een klein beetje eng. Ik krijg altijd een beetje de kriebels bij bubbels en gaatjes en dingetjes. Dus ik hoop maar dat dit er een beetje oké uit gaat zien. Deze gaat dus als het goed is vooral je huid goed reinigen. Ik vind de verpakking er echt heel erg leuk uitzien. En ook wel veelbelovend met dit plaatje zo. Als ik er net zo sexy uitzie als haar, dan gaat het goed komen. Hier zitten er trouwens 3 in. Wow, hier komt dus echt een soort van gel uit. Het voelt echt als een soort van gel. Maar het wordt natuurlijk steeds meer een schuim zodra je het erop doet. Het doet me denken aan vroeger als je in bad ging. En dan lekker met het sop spelen. Het voelt zo eigenlijk best wel lekker aan op mijn huid. Ik ga gewoon verder met mijn nek. Ik wil gewoon alles helemaal lekker reinigen. Oh mijn god, het begint te kriebelen. Ik denk dat er bubbels gaan komen. Oh mijn god. Dit is zo grappig. Het staat ook op de verpakking. It's a fun time beauty. Nou, ik heb hier inderdaad wel lol mee. Dit is zo grappig. Ik hoor het ook gewoon helemaal. Ik zie er straks gewoon uit als een monster van schuim. Nou, dit is echt hilarisch. Deze vind ik echt heel leuk voor een vriendinnenavond. Als je er met z'n drietjes bent, voor 99 cent, heb je de grootste lol. Voelt gewoon echt een beetje nostalgie dit. Je mag hem na 5 à 10 minuten ook nog eventjes inmasseren. Oh, dat klinkt ook weer echt heel grappig. Voor iemand die van ASMR houdt, is dit waarschijnlijk echt puur genieten. Het voelt wel echt lekker, maar misschien is het ook de geur die gewoon... Dan hoef ik het niet naar binnen zuiveren. Dit is echt wel een aanrader. Dit is een aanrader. Dan heb ik 2 glittermaskers meegenomen. Ik denk dat deze het meest gaat glitteren, dus die gaan we zo proberen. Maar wat ik ook nog heb meegenomen zijn deze 2 items en die wilde ik in ieder geval eventjes laten zien. Dit is een verkoelend oogmasker. Zo schattig met die appeltjes erop. En dit is een sheetmasker, maar dit is dus niet gewoon een sheetmasker. Ik kom er net pas achter dat het een penguin look heeft. Vandaar dus dat zij die selfie staat te maken. Ja, nu snap ik hem. Oh, dit moet ik echt even zien hoor. Oh mijn god. Oh, heb je ooit een penguin gezien met eyeliner? Dit is toch leuk? Ik vind het echt grappig. Dan heb ik hem toch uitgeprobeerd. Jij kon het niet laten, jongens. Voelt echt heel erg... Eigenlijk voelt het heel zacht aan. Een beetje waterig wel. Maar ook heel glad. En het blijft gewoon meteen aan je huid plakken. Het voelt zo zacht, zo lekker. Maar hij is dus ook bedoeld om je huid lekker te verzachten. Nou, dat doet hij dus echt. En om je te verfrissen. Nou, bij deze. Dit vind ik ook een topper. Oh, deze helpt dus om donkere kringen rond de ogen te verminderen. En daarom moet je hem wel 30 minuten eerst in de koelkast leggen. Dat heb ik eigenlijk zelf nog niet eerder geprobeerd. Wat ik wel heel vaak doe is in de ochtend ijsblokjes op mijn ogen doen. Maar wie van jullie heeft dit wel eens geprobeerd? En is het een aanrader? Die ijsblokjes helpen in ieder geval wel. Oké, dan is het tijd om te glitteren. Ik ben zo benieuwd hiernaar. Hier zitten er trouwens ook alweer meerdere in, denk ik. Ja, dit zijn 4 peel-off glitter masks. En deze zijn dus ook bedoeld om je huid te reinigen en te exfoliëren. With wild rose extract and witch hazel water. Ook deze masker zou dus weer wat gezichtsbeharing kunnen verwijderen. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is, want ik heb zo'n stiekem snorretje die gelukkig niemand ooit ziet. Behalve ik, als ik heel dichtbij in de spiegel kijk. Eigenlijk is dit weer een beetje hetzelfde verhaal als de vorige. Wat betreft hoe je hem opdoet en hoe je hem er weer afhaalt. Oh ja, oh! Het zijn niet alleen glitters, er zitten gewoon ook sterretjes in. Oh god, het is weer een soort van gel. Waarschijnlijk wel weer plakkerig. Ja hoor. Oh jee, maar dit is gewoon eigenlijk een beetje... Volgens mij doen mensen dit wel eens bij een festival. Dat ze gewoon van die glitters op hun gezicht smeren. Nou, zou je dus ook gewoon de hele dag met een maskertje kunnen lopen. Kijk nou. Het is echt gewoon roze met glitters. Oh, dit vind ik wel echt heel schattig. Ik ben echt benieuwd of het me dan ook echt gaat ontstressen. Want dat staat er dus op. Dat het moet ontstressen en verfrissen. Oh, dit is wel echt... Ik vind het gewoon heel mooi. En dan mag ik hem nu 15 à 20 minuten laten zitten. Nou, net zoals het gouden masker is dit ook een peel-off masker. En dat betekent dat je hem er gewoon af kunt trekken. Oh, kijk. Oh, wauw. Je trekt hem er echt gewoon zo af. Nu snap ik waarom ze zeggen dat je ook je gezichtsbeharing eraf zou kunnen trekken. Oh.
Oh, en het trekt dus ook blijkbaar je dode huidcellen mee. Doet trouwens niet heel veel pijn voor iedereen die een beetje gevoelige huid heeft. Ik vind het heel erg meevallen. Wij moeten wel even te pakken krijgen. Ja hoor. Gaat ze. Nou, als het goed is zijn alle glitters eraf, maar shine ik nog wel. En er is nog één tipje die ik jullie mee wil geven. Misschien is dit een leuke gift voor onder de kerstboom, voor jezelf of voor iemand anders. Dit is namelijk de 7 Day Smoothie Face Mask. En daarin zitten 7 maskertjes voor elke dag één. Dus dan kun je gewoon heerlijk je week door en lekker stralen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Ga je misschien ook een aantal van deze producten uitproberen? En welke dan? Dan is dit alweer de allereerste aflevering van Action First Impressions. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om hier naar te kijken. Ik hoop dat ik er ook een beetje beter uit ben gaan zien. Vergeet verder natuurlijk niet om je duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!